Zoals we op de voetspiegel hebben gezien, hebben we te maken met een spreidvoet. De oorzaak van een spreidvoet is een doorgezakte voorvoetboog. Door verzwakte middenvoetsbeentjes gaan die middenvoetsbeentjes zo ver naar beneden staan dat ze erg hard drukken naar onderen. Dus door de invloed van de druk van die middenvoetsbeentjes gaan de tenen wat gespreid staan tijdens het lopen en wordt de voorvoet dus een stuk breder. Je kan het misschien vanaf deze kant zien. Dan zie je hier een hele kuil ontstaan. De tenen gaan ook omhoog. Als de voorvoet hier ondersteund wordt, zie je eigenlijk dat de tenen al veel rechter gaan staan. Ze staan wel ver van elkaar af, want dat is ontstaan natuurlijk door de spreidvoet. Als ik hem nu loslaat, zie je eigenlijk dat hij gelijk naar beneden zakt. Er hangt hier een hele bal. Daarom zit ook hier veel eelt, in het midden veel eelt en aan deze kant heel veel eelt. Daaronder zitten waarschijnlijk nog likdorens, wat voor veel pijn zorgt. En er kan ook nog een zenuwbeklemming ontstaan.